Tijd voor een nieuw outfit. Het liefst heb ik mijn kleding zo goedkoop mogelijk. Maar als je erover nadenkt, hoe kan zoveel goedkope kleding duurzaam zijn? Dus, vandaag gaan we kijken hoe kom ik aan kleding die zo duurzaam en goedkoop mogelijk is. Vandaag ben ik bij Hogeschool Van Hal Larestein in Velp. En er is een student International Development Management die mij wil helpen met mijn dilemma. Hi. Isa. Alicia, welkom. Hi. Jij kan me helpen met mijn kledingcrisis. Ja, ik studeer International Development Management. En ik kan je meer vertellen over hoe je kleding wordt geproduceerd. Dus als je meeloopt, dan kunnen we het er even over hebben. Leuk. Wat is fast fashion nou eigenlijk? Nou, ik denk als je nu in de winkels kijkt, dan zie je dat er weer een nieuwe collectie hangt. Mm-hmm. En zo gaat het eigenlijk het hele jaar door. Er worden telkens nieuwe collecties geproduceerd. Mm-hmm. Voor al die collecties moeten weer opnieuw nieuwe kleding worden geproduceerd. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk in hele grote hoeveelheden. Ja. En wat je ziet is dat dat ook heel snel achter elkaar moet. Dus een consument die koopt ook vaak heel veel nieuwe dingen. Ja, en waarom is dat erg? Ik was op stage in India en daar zag ik dat het heel vervuilend is voor het milieu. Ja. Maar als je naar de fabrieken kijkt, dan zie je ook dat de mensen bijvoorbeeld vaak moeten overwerken om de deadlines te halen. Ja. In India geweest? Ja, klopt. En wat heb je daar gedaan? Ik heb langs de katoenketen gereisd, dus ik heb de boeren bezocht en toen ben ik naar beneden gereisd in India en daar heb ik heel veel katoenfabrieken bezocht. Welke richting kan je dan op met zo'n studie? Er zijn eigenlijk 3 specialisaties die je kunt doen. Mm-hmm. Er is een specialisatie die heet Disaster Risk Management. En dat gaat heel erg over rampen en kijken hoe je de bevolking kunt helpen met de wederopbouw nadat een ramp geweest is. Heb je nog een andere richting en die heet Rural Development and Innovation. En dat gaat eigenlijk over plattelandsbevolking en empowerment. En mijn specialisatie die heet Sustainable Value Chains. En daar zijn we heel erg bezig met productieketens en kijken hoe het van de originele bron naar de consument, hoe dat hele proces verloopt. Hoe is het als middelbare scholier om dan over te gaan naar Van Hal Larestein? Was best wel een goede overgang. Van Hal Larestein is best wel klein, dus je kent al gauw iedereen. Mm-hmm. De leraren zijn heel toegankelijk en zo. De studie is wel internationaal, dus dat kan even wennen zijn, maar ik vond het echt heel erg leuk. Mm-hmm. En daarnaast is er veel groepswerk, dus je kunt echt leren om goed met andere mensen samen te werken. Dat heb ik echt als heel positief gezien. Ja. En dus heel veel praktijk, dus je kunt 2 keer op stage voor langere tijd. Mm-hmm. En dat is echt fantastisch. En hoe is het studentenleven hier? Ja, best wel goed. De school ligt in een hele mooie groene omgeving. Mm-hmm. Maar ook heel dicht bij Arnhem en Arnhem is echt heel erg een leuke, gezellige stad. Wat doen om iets bij te dragen aan de duurzaamheid? Als we kijken naar de huidige kledingproductie. En wat ik ook in India zag is de soort van voornaamste probleem is dat er heel veel water wordt gebruikt. De rivieren staan droog. Mm-hmm. Er worden heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die komen in de grond. Als we bijvoorbeeld dit moeten verven, dan komen al die kleurstoffen komen ook in de grond. Waardoor de mensen korter leven. Ja. Mensen die verf moeten mengen, die krijgen bijvoorbeeld huidkanker omdat ze dat zonder bescherming doen. En ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om daar iets aan te doen. En het eerste wat je kunt doen is gewoon minder kopen. Mm-hmm. Gewoon bewuster kiezen. Het tweede wat je zou kunnen doen is dat je zegt, nou, ik ga kijken waar biologisch of fairtrade kleding wordt verkocht. Mm-hmm. Tegenwoordig wordt dat veel meer verkocht, dus als je even zoekt op internet kun je dat zo vinden. Mm-hmm. En het laatste, je kunt natuurlijk tweedehands kopen. En dat is vooral voor een student of een scholier heel fijn. Yeah. En dat is ook een leuke uitdaging om te kijken wat je dan kunt scoren. Bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag. Nou, succes! Ik heb gelijk naar Alicia geluisterd. Ik heb precies gevonden wat ik zocht. Wil je nou meer weten over de studie International Development Management? Check dan de link in de beschrijving. En ik zie jullie volgende keer.